Dit is Trudo FM. Trudo FM. Jullie dachten daar aan de andere kant, die op de radio daar, die zijn verschwonden door de warmte. Niets is minder waar. We waren gewoon even bezig met alles in gereedheid te brengen voor de live sessie van deze maand. En dat zijn niemand minder dan de mensen van Apple Juice. En natuurlijk, zoals altijd, ook niemand minder dan mijn collega Joris. Jij mag kiezen voor welke van de 3 of 4 mensen jij het liefste wilt luisteren naar de radio. Niet waar, Joris? Wel, Tim, ik ga ze zo dadelijk alle 3 aan het woord laten. Ze hebben een heel drukke zomer voor de boeg, maar vanavond hebben ze tijd gevonden om bij ons langs te komen. En ze geven hier bij ons een interview en ze zullen ook zo dadelijk, zoals je net al zei, enkele nummers akoestisch spelen. Welkom Tom, Stef en Walter van Apple Juice. Dank je wel. Jullie waren hier enkele maanden geleden nog eens, toen met 3. Ondertussen zijn jullie definitief met 4. Klopt het? Klopt, ja. Waar is de 4e naartoe? Die zit nog aan de pannen waar we gisteren hebben opgetreden. Die hebben jullie daar achtergelaten? Ja, inderdaad. Vertel eens even, wie zijn juist de groepsleden? Want Walter, jij bent er ook nog niet zo lang bij. Vertel eens. Grijp een micro in de hand en stel je voor. Ik ben Walter Mouwel en ben 38 jaar en 13 jaar getrouwd en speel voor mijn 6 jaar muziek. En welke is jouw functie in de groep bij Apple Juice? Ik ben de drummer. Jij bent de drummer van de band. En dan hebben we natuurlijk Stef. Stef, wat doe jij precies? Ik speel de piano en soms een paar special effects als dat nodig is. En ik zing ook. Ja, en die special effects, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Muzikaal dan? Of, ja, muzikaal natuurlijk. Okay. Speciaal orgeltje, speciaal elektrische piano, iets overstuurd of zo. Wat Tom eigenlijk ook met zijn gitaar doet, maar dan met een piano. En Tom, wat doe jij? Ik ben dus de gitarist en de zanger. Jullie zijn... jullie groepsformatie is een beetje veranderd. Jullie zijn van een groep van 4 jongeren, mag ik wel zeggen, geëvalueerd naar een groep van 2 jongeren, de 2 broers dan, jullie. Walter, 38 jaar, en dan nog iemand die nog iets ouder is. Is dat een bewuste zet geweest? Wel, we zijn op zoek gegaan toen Joris en Jens stopten met de band naar 2 nieuwe bandmembers. En we hebben verschillende audities gedaan. Dat waren jongere mensen, dat waren oudere mensen. En Walter en Johan waren de eerste die aan ons eisen voldeden. Ja. Dus... Strenge eisen, Walter? Ja, maar normaal. Is normaal. Dat is nodig. Ja, een goede groep die mag wel wat verwachtingen stellen. Zijn jullie er nu bewust van dat jullie imago ook een beetje gaat veranderen of niet? Wel, we krijgen nog altijd aandacht van meisjes. Dus, ja, dat is al goed. Ja. Dat is goed. Dus ja, ik denk niet dat ons imago echt verandert. Het is niet dat jullie nu in rusthuizen en zo moeten gaan optreden. Nee. Oké, goed. Jullie hebben vorige week op Suikerrock gespeeld, waar ik jullie zeker en vast proficiat voor wil wensen. Dank je wel. Er was een poll aan verbonden die jullie dan ook nog eens gewonnen hebben. Hoe hebben jullie de mensen overtuigd om op jullie te stemmen? Ha, heel veel reclame maken langs Facebook, de website... muzikanten die ik kende, alles doorsturen. Zijn jullie ook bij mensen aan de deur gaan bellen en die dingen? Af en toe. We zijn dat zelfs... wist ik niet. We zijn zelfs op de radio geweest voor stemmen te ronselen. Ah, ja, dat is waar bij ons. Hè? Ja. Ja, dat heeft het hem gedaan. Ik ben er zeker van. Dank je. Waarvoor dank. Ja, je zei het al, stemmen. Hoeveel stemmen hebben jullie eigenlijk gehaald? Hebben jullie daar een zicht op? Rond de 980. Denk ik wel. En jullie zijn dan ook nog eens beoordeeld? Ja, dus genoeg stemmen halen was niet voldoende. Dus er was een jury die uit dan de beste 20, geloof ik, dan nog 4 bands koos. En daarvan zijn we dus verkozen. Natuurlijk gaan de stemmen wel geholpen hebben in hun keuze, denk ik. Ja, je zei het juist al, 4 concurrenten. Ik neem aan dat je die 20 anderen niet kende, maar die 4 zal je wel een beetje gevolgd hebben. Wat vonden jullie zelf van jullie concurrenten? Het maakt nu niks meer uit wat je zegt. Het is toch voorbij. Was het andere soort muziek dat ze brachten? Ja, totaal anders. Ja. En welk soort muziek was dat dan? Wel, soms was het R&B-achtig. Hard rock. Heavy ook. Heel zwaar. Van alles muziek. Eigenlijk wel. Ja. Ja, en het genre dat jullie spelen, probeer dat eens even kort te omschrijven. Poprock, rustige rock. Ja.
We gaan het zo dadelijk horen. Dat heeft het hem dan wel gedaan, waarschijnlijk. Nu gaan we even naar het optreden zelf, Suikerrock. We blikken er even graag op terug, want ja, het was toch wel een heel belangrijk optreden. Suikerrock, jullie stonden niet op het hoofdpodium, misschien volgend jaar, randpodium. Gaf dat jullie extra stress? Wel, eigenlijk niet. Ja, we moesten maar een half uurtje spelen, dus eigenlijk viel het wel best mee. Het was een mooi podium en alles was in orde, dus eigenlijk hadden we niet te klagen. Dus we moesten eigenlijk niet zenuwachtig zijn. Mooi weer ook? Ja, ook goed weer. Ja. En hoe is het optreden zelf verlopen? Is alles vlot gegaan zoals jullie gepland hadden? Wel, alles is zeer vlot gegaan. We vonden eigenlijk van onszelf dat we iets te snel hadden gespeeld. Te vlot. Te vlot dus. Maar het was wel in orde en we hebben ook goede commentaren gekregen. Ja, hebben jullie zo'n ritueel of een bepaalde handeling die jullie uitvoeren alvorens jullie een optreden starten? Of een kreet misschien? Ja, wij stellen de instrumenten op. Ja, dat is al heel belangrijk natuurlijk, want anders wordt het helemaal akoestisch. Ja, Walter, jij? Ja, heel rustig zijn. Even loslaten. Moeten ze jullie gerust laten? Heel rustig zijn. Even niet druk maken. Heel even rustig. Mij moeten ze niet meer rust laten. Mij moeten ze ook niet meer rust laten, maar ja, meestal is wel iedereen rustig, dus geen probleem. En speelden jullie dan het gekende repertoire of hebben jullie zoiets van, kijk, voor zo'n groot optreden wil ik wel eens even wat verandering brengen? Wel, we hebben het een beetje aangepast, want als er veel volk is, is het natuurlijk een goede kans voor onze eigen nummers te laten horen. Dus we hebben eerst en vooral zoveel mogelijk van onze eigen nummers gespeeld en daar rond hebben we dan de beste covers die we hebben gespeeld. En daarna nog handtekeningen gaan uitdelen? Nee. Maar jullie hebben wel reacties van het publiek opgevangen? Ja, dat wel. Ja. En wat zeiden ze? Het waren positieve reacties. Ten eerste dat het ongelooflijk is dat we zo jong zijn. Weet je dan? Steek. Ja, we pesten elkaar ook een beetje soms. Maar ik denk ook wel, de sfeer zit wel goed in de groep. En dat maakt natuurlijk ook al, dat is merkbaar op het podium. Merk jij dat ook, Walter? Zeker en vast. Ja, dat is plezant te gaan. En waaraan merk je dat? Het zijn broers, ze plagen elkaar. Jij bent er een beetje buiten dan, maar voel je dat ook zo aan of ja, toch niet? Meer en meer. Och, arme toch. Je voelt je nog altijd groep. We moeten geen oproep doen voor een andere band. Oké, oef. Waren er ook fans voor Applejuice of waren die thuis gebleven? Wel, er waren een paar familieleden speciaal komen kijken. Veel kennissen uit de muziekwereld zijn gekomen die ik ken. Maar echt de fans van Facebook en zo, denk ik niet echt, die heb ik niet gezien. Die gaan volgende week naar de Midweekfeesten komen. Daar gaan we het zo dadelijk verder over hebben. Hebben jullie ook tijd gehad om naar een ander optreden te gaan kijken? Of zijn jullie dadelijk vertrokken? We zijn nog erna naar Golden Earring gaan kijken. Mochten jullie dan backstage? Of, Nee, dan niet. We hebben niet geprobeerd. Ja, nee. Oei, ik merk dat enige twist in de groep. Hadden we toch maar geprobeerd, waren we misschien wel geraakt. En hoe vonden jullie dat optreden? Wel, het was wel goed, maar we zijn niet echt fans van Golden Earring, dus ja, het deed ons niet echt veel. En jij, Walter? Nee, ik ben verder gegaan. Jij moest thuis zijn voor je vrouwtje. Die was erbij, maar die was erbij. Okay. Nog andere verplichtingen dus. Ja, kan gebeuren. Je zei het juist, het is toch niet echt mijn muziek die daar gespeeld werd die avond. Welke muziek draagt dan wel jullie persoonlijke voorkeur? The Beatles, Radiohead, Oasis. Nee. Ja, hij is geen fan van Radiohead. Ik luister dan nog naar The American Rejects. Daar is hij ook geen fan van. Nee. Voor de rest Queen. Ja. Kan er ook wel eens iets Nederlandstalig tussen zitten voor u? Ja, Clouseau vinden wij heel goed, allebei. Toch allebei, ja. Ja, John Mayer vinden wij een geweldig artiest, allebei. Maar dat is niet Nederlandstalig. Nee, maar in het algemeen. Ja. En welke is zo jullie favoriete plaat of jullie plaat waarvan jullie zeggen, kijk, die horen we nog wel eens graag terug? Got to Get You Into My Life van de Beatles vonden we geweldig. Maar daar kunnen we inkomen, maar helaas hebben we die plaat niet. Dus wat was jullie tweede keus? Onze derde keus was Fat Bottom Girls van Queen. Die gaan we dan zo dadelijk draaien. Jullie gaan nu ook twee nummers akoestisch spelen. Welke nummers zullen dit zijn? Please Please Me van de Beatles en
dan een eigen nummer, I Feel Good. Wel, heren, rap jullie naar jullie instrumenten. Wij gaan nu even jullie favoriete platen draaien en dan zo dadelijk twee nummers akoestisch hier bij Trudeau FM. Twee keer Apple Juice. Tot zo dadelijk. I Feel Good. Troubles everywhere and you just don't see that I'm letting you be. I'm looking at my pretty simple view and I feel good, I feel nice, I feel every time she makes me smile. And I feel good, I feel nice, I feel yeah. What you are bad. You're the one that drives me mad and I just can't go. Because I love you so. I'm looking at my pretty simple view and I feel good, I feel nice, I feel every time she makes me smile. And I feel good, I feel nice, I feel yeah. But now I can go on like this anymore. You say you don't need me anymore. I tell you girl, you mean the world to me. But now I feel nice.
feel nice, I feel yeah. Dit is Trudo FM, Trudo FM.